Als ik hier nu voor u zit, dan is dat een echt mirakel. Ik ben opgepakt door de Gestapo toen ik 20 was. Ik zat in het verzet. De rode valken. En we hadden veel contacten met andere linkse bewegingen. En in 40 heeft men mij dus het eerste pakketje krantjes geleverd. En zo ben ik in de weerstand terechtgekomen. Gedurende 2 jaar heb ik mijn plan getrokken. En dan? In 1942 had ik opnieuw een pakketje kranten die ik moest verdelen. Plots stopt er een wagen net voor mij in Sint-Gilles. Wat heeft u daar? Ik zei, luister meneer. Ik heb een pakje op de grond gelegd. En ik heb daarin geschopt. Ik was voetballer. Ik heb het niet opengemaakt om te weten wat erin zat. Zij zeiden, komt u met ons mee? Geen probleem. Wij zijn geen moordenaars. Wij zijn alleen bekommerd om het welzijn van de wereld. Ik word dus opgepakt. Ik ben met hen meegegaan. Ik wist wat er in het pakje zat. En toen zij het geopend hebben, ramp natuurlijk. Ik heb gezegd, ja, u beschuldigt mij van een misdrijf dat ik niet begaan heb. Dan hebben ze mij gevraagd, met wie werkt u? Ik heb gezegd, ik werk met niemand, ik ken niemand. Trouwens, mijn familie is al gedeporteerd. De eerste dagen werd ik goed behandeld, moet ik zeggen. Maar nadien werd het helemaal anders. En dan heeft men mij gezegd, ja, wie is uw chef? U moet het ons vertellen met wie u werkt en dergelijke meer. En ik heb gezegd, ja, ik heb het u 1 keer gezegd. Ik heb een pakje gevonden, ik heb dat opgepakt. Ik zag dat het zwaar woog. Ik wist niet wat het was. Maar ik kon het niet aangeven. Want als ik het had aangegeven, had ik het verzet verzwakt. Dat was mijn bedoeling niet. Men heeft mij gezegd, ja, zolang je vrij bent, kunnen wij je helpen. Maar zodra je binnen zit, is er geen hulp meer mogelijk. Wat heb ik dan gedaan? De hele tijd dat ik bij hen zat, was het altijd hetzelfde. En dan, na enige tijd, het ergste was eigenlijk wanneer SS'ers kwamen, Oekraïners, Kroaten of Oostenrijkers. De Duitse SS'ers, die waren half en half, zoals men zegt in het Nederlands. Daar kon je nog mee praten. Met sommigen toch, niet met allemaal. Maar die Oekraïners, de Kroaten en de Oostenrijkers, geen mogelijkheid om te praten. Ze konden zomaar hun pistool nemen en je doodschieten, zeggen dat je hen beschuldigd of vernederd had. En gedurende die hele tijd, gedurende al die maanden, ben ik daar gebleven. En iedere dag
werd ik inderdaad ondervraagd. Ben daar enorm gekrompen in plaats van te groeien. En dat heeft geduurd tot op een bepaald ogenblik dat het niet langer kon, dat men mij zei, ja, ik was niet van plan om te sterven op mijn 20ste. Maar ik heb toen gezegd, ja, er is niks meer aan te doen. Het was onmogelijk om te ontsnappen bij de Gestapo. Ik heb wel de mogelijkheden bekeken, maar ik heb moeten vaststellen dat het onmogelijk was. Met die ijzeren deuren en alle veiligheidsmaatregelen. Het was gewoon onmogelijk. En ik werd dus constant ondervraagd tot op een bepaalde dag. Dat er een Gestapo komt. En hij vraagt mij in het Duits. Wat hou je van de meisjes? Wel, dan kunnen wij u misschien inderdaad een aantal illegale kranten brengen. Dus, nee zeggen. Maar ik moest dus antwoorden op een of andere manier. En ik weet niet op welke manier ik inderdaad een uitvalsweg heb gevonden. Ik heb gezegd, ja. En toen sprak ik Duits. Ik heb gezegd, meneer de commandant, ik ben Joods. Zijnde Joods. Heb ik geen enkele mening over wat u mij vraagt. Ik ben geen Duitser. Hij heeft dan breed geglimlacht tot aan zijn oren. En hij vroeg mij of ik voor hen wou werken. Ik heb gezegd werken. Ja, in een kantoor. Want in een kantoor heb je toegang tot bepaalde documenten. Dus de documenten kon je daar raadplegen, want die werden gewoon soms in de vuilnismand gegooid. Het hing af van de dagen. Hij zei me, nee, het is niet zozeer in kantoor. Het is beter bij de Ausforschung. Ik heb gezegd, ik ken onvoldoende Duits. In de Ausforschung, ja, bij de ondervraging kan ik niet echt helpen. Maar ik wou gewoon niet werken bij de politie. En zo werd ik dan dus... Ja, men onderbreekt, meneer. Ik heb alles moeten ondergaan op dat ogenblik. Ik draag er vandaag nog de gevolgen van. En uiteindelijk... Uiteindelijk dus, wou ik sterven. Ik hield het niet meer uit. Je zag geen dagen meer voorbij gaan, geen maanden, geen weken. Alles werd zwart telkens. Uiteindelijk was ik zo hard geslagen. Met hun hielen liepen ze over mijn rug, mijn nieren. Ik was zo goed als dood. Dan heeft men uiteindelijk een dokter gebeld. Die is gekomen en toen hij mij zag...
zei hij, dat is een Jood, maar laat hem gewoon kreveren in het ziekenhuis, je ziet dat hij bijna dood is. En voor mij was het gewoon een uitweg op dat ogenblik. We zullen u sturen naar het Brugman ziekenhuis, heeft men dan gezegd, en daar zal u verzorgd worden.